Het laatste nieuws over de Oekraïnse aanvallen in Koersk dan. Zelensky meldt dat de Oekraïnse troepen opnieuw een Russisch dorp hebben ingenomen. Ondertussen zijn de Russische soldaten kilometers aan loopgraven aan het graven in de regio. En waar het een tijdelijke aanval leek, opent de Oekraïnse krijgsmacht nu ook een kantoor in de regio. Interessant. Ja, Dick Sandé, defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom heb je daar een kantoor nodig? Nou ja, dat duidt erop dat daar voorlopig een soort militair controlebestuur, zeg het maar eventjes, gevestigd wordt. En dat is een heel helder signaal dat de Oekraïnse strijdkrachten zich daar voorlopig niet gaan terugtrekken. En dat lijkt ook een beetje strijden met de eerdere geluiden die we hoorden van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev. Die zeiden, Oekraïne heeft niet een doel om dit gebied eindeloos bezet te houden. Nou, die twee zijn best samen te brengen. Want Buitenlandse Zaken wil natuurlijk vooral het bericht afgeven, wij gaan niet doen wat de Russen doen. Namelijk internationaal soeverein, rechtelijk erkend soeverein grondgebied bezet houden. Maar het duidt er wel op een zekere tactiek om voorlopig daar te blijven. Om allerlei doeleinden die daarvoor gebruikt kunnen worden. Zoals met name het wegtrekken van troepen van de Russen uit de Donbass. Aha. Maar toch hebben heel veel, ook bij ons, hebben heel veel experts voorspeld dat ze eigenlijk binnen een paar dagen, laat het misschien een week zijn, gewoon verjaagd gaan worden door de Russen. Lijkt het er dan nu toch op dat ze daar iets langer wel stand gaan houden? Nou ja, het feit dat ze nog 1 of 2 kilometer zijn gevorderd, als dat juist is, die informatie die gegeven is door Kiev, plus het gegeven, en er zijn ook satellietbeelden van die dat bewijzen, dat de Russen inderdaad loopgraven aan het inrichten zijn. Die twee elementen die kun je tot de conclusie brengen dat de Russen absoluut nog niet in staat zijn om zelfs maar het begin van een tegenaanval in te zetten. Dus wat de Russen nu kennelijk aan het doen zijn in afwezigheid van voldoende eigen strijdkrachten is een verdedigingslinie op te bouwen om een verdere opmars tegen te houden. Nou, dat geeft ze tijd en in die tijd kunnen dan strijdkrachten aangevoerd worden. Dat gaat tijd kosten om een strijdmacht op te bouwen die dan over een bepaalde periode, en dat kan een weken gaan duren, een tegenaanval kan inzetten. Je noemt het al, die loopgraven. Wat is de strategie erachter van de Russen? Nou ja, je verdedigingslijn versterken. Want als je natuurlijk je ingraaft en vanuit de loopgraven oprukkende vijandelijke troepen kunt bestrijden, en ook als daar nog artilleriesteun achter zit, dan wordt het voor de Oekraïners veel lastiger om heel snel het terrein te veroveren, wat ze natuurlijk in de eerste dagen hebben kunnen doen, omdat er nauwelijks een verdediging was. Dus dat is de bedoeling daarvan, vertragen, liefst tegenhouden. Ja, maar niet echt wegjagen. Dus dan houdt Oekraïne voorlopig dus niet. Nogmaals, dat gaat dus behoorlijk wat tijd kosten. Rusland kampt dus ook met het probleem dat de meeste echte goede gevechtseenheden die zitten in Oekraïne zelf, in de Donbass met name. Dus dan moet nu een beetje gescrambled worden om overal vandaan eenheden daar naartoe te brengen. En die moeten klaargestoomd worden, er moet munitie aangevoerd worden, brandstof en noem maar op. Om dan, wanneer dat allemaal is gebeurd, een tegenaanval te beginnen. En dat toont dus ook aan dat Rusland eigenlijk op dit moment heel weinig parate en direct beschikbare reserves heeft om zo'n aanval te blokkeren en de Oekraïners terug te dringen. Ja, dat is toch best goed nieuws, Dick. Dat is vanuit Oekraïns perspectief is dat natuurlijk een heel goed nieuws. En ik denk ook dat de Oekraïnse inlichtingen wisten dat de Russen heel zwak waren en er lang over zouden doen om een strijdmacht daar lokaal op te bouwen die tegenaanval kan gaan inzetten. En het feit dat men dat kantoortje daar opricht, dat is op zich natuurlijk symbolisch. Ja. Dat is een teken daarvan van, denk maar niet dat wij snel weg zijn. Wij gaan hier voorlopig blijven. Precies. Trouwens, over dat kantoortje, hoe moet ik dat dan zien? Met een vergaderruimte, secretaresse en een slecht werkende printer? En de Oekraïnse commandant zal daar misschien ook nog een slaapbed, een bed neerzetten en noem maar op, en een klein keukentje. Maar, dat is natuurlijk echt symboliek. Mm-hmm. En het feit dat men dit naar buiten brengt, dat onderstreept dus die intentie van, wij willen het signaal aan Moskou overbrengen, wij gaan voorlopig niet weg. En daarmee dwingen ze Moskou en de leiding van het Russische leger om echt zoveel mogelijk strijdkrachten daar naartoe te brengen om straks zeker te zijn dat die tegenaanval ook gaat lukken. Nou, en daarmee gaat het dus nog meer tijd kosten aan de Russische zijde. En dat is precies wat Oekraïne wil. Dank, Dick Sandé, defensiespecialist van het Instituut Klingendaal. Blik op de beurs. Nou, een blik op de beurs. Het is best wel feeststemming op de AEX, Kees. Nou,
We zijn weer boven de 900 punten, joh. Wat zei je? 900 en 400, 1,64% erbij. En ook de Dow Jones wint bijna 1%. Ja, 905 punten bijna. Gaan we maar eens even gauw naar Wim Zwanenburg, investeringsstrateeg van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Wim, goedemiddag. Goedemiddag, Lisbeth. Nou, Nina, maar dat geeft niks. Nina, oké, niet kwalijk. Oké, goedemiddag. Lisbeth is even op vakantie, Wim. Die is eventjes in Amerika. Goed, Wim, ik denk, nou, champagne kan weer open, hè? 900 punten weer gepasseerd. Jouw stemming? Ja, als je kijkt, we hebben natuurlijk vorige week, of eigenlijk bijna 2 weken terug, een forse koersval gemaakt. Maar sinds, zeg maar, op 2 en op 5 augustus gingen we fors omlaag. Maar we hebben het eigenlijk ten opzichte van eind juli al bijna weer helemaal goed gemaakt. En zoals je al zei, we staan boven de 900 punten met vandaag 1,6. Ja. We zien ook een hele positieve stemming op Wall Street, waar cijfers werden gerapporteerd door Walmart, de grote warenhuis- en supermarktketen. Mm-hmm. Walmart heeft de outlook voor de rest van het jaar verhoogd. De cijfers die vielen ook relatief mee. Ook de macrocijfers die vanmiddag doorkwamen van de detailhandelsverkopen, die waren eigenlijk heel goed. Mm-hmm. 0,4% gestegen in juli. Nou, en net, laat ik zeggen, toen de koersval begon en ook werd aangezet door de afwikkeling van de carry trade, toen waren er juist zorgen over de consumptieve bestedingen in de VS en over de oplopende werkloosheid. Mm-hmm. Maar we zien toch dat die consument, ondanks het hogere prijspeil van de afgelopen jaren, ondanks de inflatie, toch wel een enorme veerkracht toont. En koopjesjagers, ja, die komen juist af op de goedkope aanbiedingen van Walmart. Mm-hmm. Zodat dat warenhuis het heel goed doet. Ja, en zo zie je dus inderdaad ook een positieve stemming op Dow Jones, Nasdaq en S&P 500. Allemaal minstens 1% in de plus. Even iets dichter bij huis, Wim. Want ja, dan moeten we natuurlijk kijken naar Adyen. Pam, plus 12%. Ja, absolute koploper. Er waren twee fondsen vandaag die de aandacht trokken, die ook met cijfers kwamen. Adyen, de betalingsverwerker, liet hele goede cijfers zien. Ja? Eigenlijk een volumegroei, ook een goede groei van nieuwe cliënten. Dus daar worden de zorgen ook weggenomen. Nou, en het is totaal het tegenovergestelde beeld van een jaar geleden, toen ze met zeer teleurstellende berichten naar buiten kwamen, onvoldoende toelichting en de koers zo ongeveer doormidden ging. Ja. Maar inmiddels doet Adyen het ook goed en vandaag op het Damrak de absolute koploper. Ja, maar goed. Ook daar is herstel van vertrouwen. En zo zie je wel dat het sentiment op de financiële markten, ook ten aanzien van individuele fondsen, maar ook ten aanzien van het totaal economisch klimaat, enorm verbeteren. En de minnen van de afgelopen weken worden nu heel snel weggewist. De onrust ebt helemaal weg. Ja, we praten zo meteen trouwens ook even verder over Adyen, of de strategie van de top, van de CEO, nu echt aan het uitbetalen. Ja, precies, want Wim, we zijn nog niet helemaal terug, hè, op dat punt van vorig jaar, waar ze toen naar beneden duikelden. Van Adyen, ja. Dat kijk ik nu eventjes naar. Daar zijn we nog niet. Ik had zien staan €1.500 toen voor een aandeel. Nu zitten we op €1.280 ongeveer. Ja, nou ja, dus we zijn er nog niet. Hè. Er is ook, zeg maar, bij concurrenten is er wel twijfel. We hebben absoluut nog niet de top terug die we ooit in Adyen hebben gezien. Mm-hmm. Dat was, laat ik zeggen, medio 2021. Ja. Maar wel een fors herstel voor dit jaar ten opzichte van de koersval die ze vorig jaar meemaakten. Nou, en daar zijn we weer blij mee. Dankjewel, Wim Zwanenburg, investeringsstratege van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer.